Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Avatarlock met Sander van Gaming SB. We gaan een team recap doen. Sander heeft de vorige keer natuurlijk nogal wat moeite gehad met zijn save-file, maar het was gelukt uiteindelijk omdat hij het opnieuw ging doen. Begin jij maar met je team. Nou, ik begin met mijn Capsaïne. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar... die is zo van Sokka, dat ben ik. Dus dat hoef ik niet elke keer te zeggen. Hij is naughty. Dat had ik ook wel van hem verwacht. Verder heeft hij Bite, Leer, Rage, Focus Energy en Rough Skin. Oké. En de volgende? Oh, ik denk we doen om de beurt. Nee. Oké, de volgende is de derde wet. Dat is van die Newton guy. En dat is, hij heeft Magical Leaf, Double Kicking, Leer, Quick Attack en Ability Justified. En hij is Relax. Nee, Lax. Oké. Dat is verschil. Blijkbaar. En dan hebben we Starivia. N2 plus O2, oftewel Starivia. Wat Mian doet. Intimidate, Wing Attack, Double Team, Quick Attack, Tackle en hij is Jolly. Had ik ook niet anders van hem verwacht. Dan hebben we Wij Willen Croaky. De Croconaw met Tackle, Growl, Mudslap, Water Gun en de Torrent Ability. Dat is op zich wel gunstig. En de Lax Nature ook. Die Torrent Ability is best goed, alleen je evolueert nog. Oh ja. Dat was hem, hè? Ja, ik zat alleen te kijken. Ik heb wel het gevoel alsof al deze abilities wel passen, zeg maar. Ja, dus waarschijnlijk misschien... is dat niet gerandomized. Ja, misschien dat het ook komt omdat ik de hele game opnieuw heb gespeeld. Dus ik heb de Pokémon, zeg maar, ingehackt, soort van. Mm-hmm. Maar goed, dat maakt ook verder. Heb je niet naar abilities gekeken, zeg maar. Nee, maar dat kun je ook niet instellen, zeg maar. Je kan dan gewoon een ability aanpassen, zeg maar. Wel? Oh. Mm-hmm. Ik dacht al, maakt ook niet uit. Nee. Ik heb Blaziken, de McChicken, McChicken 2. Want je had al een McChicken en die ging dood. Dus toen maakte ik een McChicken. Ja. Met Scratch, Double Kick, Pack en Ember. Ik heb Jewel, de Sableye. Met Shadow Sneak, Scratch, Fake Out en Nightshade. Overigens heeft McChicken Draught. Dus dat is episch. Dat is ook wel gunstig. Mijn Jewel heeft Anticipation. Ik heb Flash, de Jolteon met Thunder Fang, Double Kick, Thundershock en Pin Missile. Met de ability Technician. En ik heb Sloth, de Slakoff met Yawn, Encore, Slakoff en Faint Attack. Hij heeft de ability Multi-Type. Dus als ik hem een plate geef, dan wordt hij een andere type. Dat is op zich wel handig. Dat is de ability van Arceus. Ja. Dat is wel op zich wel funny. Mm-hmm. De gym had ik gedaan volgens mij. Volgens mij moet dat eerst namelijk. Dus ik heb de Pokestar Studios afgemaakt. Want ik denk, jullie willen dat toch niet zien. En ik hoop dat ik niet underlevel ben. Dat hoop ik ook. Dat jij niet underlevel bent. Anders haat ik mijn leven. Dat snap ik wel. McMortaring. Dat is wel eng. Het is jammer dat mijn... Capsaïne, dat hij niks kan. Nou ja, hij kan wel iets, maar niet water-type related. Oeh, een Gotita, die mag ik niet vangen, hè? Wordt die... Is hij alleen psychic? Is hij niet psychic dark? Ja, dat dacht ik ook even. Het lijkt op een psychic dark type, maar volgens mij denk ik dat altijd en is het dan fout. Dus volgens mij is hij alleen psychic. Dat denk ik. Met die logica. Gotita wel. Ik ga even naar Gotita kijken. Is pure psychic. Sad. Zeker. Had je maar in de Air Tribe geboren moeten zijn. Kabooming. Wat is dit? Is dit zo'n guy? Nee. Ik dacht dat hier zo'n guy was. Oh, ik heb alles gedaan in Pokestar Studios? Ja, ik heb net die guys bevochten, ja. Oh, dan moet je in de route links moet je zo'n team plasma mannetje zoeken. Oh. Oké.
Nou, heb ik deze... Ja. Het kan zijn dat ik verschillende trainers dus nu ook... of andere trainers wel bevocht heb dan anderen. Ja. Dat is dan maar even zo. Route 20. Ik weet niet waar route 20 is. Dit is de range. Ram range toevallig? Nee, dat niet. Toevallig een dressing? Range dressing? Oh. Wauw. Die joke ging echt compleet over me heen. Dat heb ik in de gaten. In eerste instantie. Waar ben jij nu eenmaal dan? In Driftville City. Ik heb dit City echt nog nooit gezien. Jawel. Hier zit Jim van Driftville City. Ik moet eventjes gaan switchen hoor. Eventjes paniekmodus. Had ik al goed, ik wil wel met deze Sage vechten. Yo, Leering. Ik kan wel veel van hem leren. Snap je? Oeh, level 27. Dat betekent dat ik nog moet gaan trainen. Want mijn Blaziken is wel hoog, maar de rest valt vies tegen. Double kicking op de Nidorunie. Yo, hij doet snelle aanval. Swift of... Ja, dat zei ik expres. Hij deed Swift. Hij doet lage schop. Ah! Boy, yo. Je ging bijna dood, ding. Zou ik hem dood hebben? Ik denk het wel, maar ik durf het haast niet te risken. Vraag risk is... Risk it for the biscuit. Ja, denk je dat? Nee, ik zeg maar wat. Ik was wel eerst. Straks geef je mij nog de schuld. Werkt het niet. Zou ik mooi doen. Fris watertje. Nom nom nom. Yo, leer. Oh, mijn defense gaat omlaag. Dit is kut. Karakostein. Ik weet ook niet wat meer deed. Double kick. Double kick, denk ik, ja. De step. Dus ik denk dat dat meer damage doet. Yes. Oké. Okay. Nice. Electrifire. More like electric. Wow. Want het is geen fire, bro. Wow. Ja. Jezus, dat deed veel damage. En mijn defense fell. Dit is niet goed. Deze Caracosta gaat veel damage doen tegen mij. Oh, ik heb blijkbaar de speed up button nog aan staan. Uh-oh. Nou, dat viel. Nee, ik zal hem niet gebruiken, Milan. Nee, ik bedoel meer van wat er op mijn scherm gebeurde. Oh. Oh. Oh, wel als hij een ancient power boost krijgt, hè? Ik wil wel zeggen. Zal het niet. Dit wordt echt pittig. Als hij wateraanval doet, ben ik echt genaaid. Ja, dat is niet mooi. Oké, hij doet crunch. Niet te verwarren met cringe. Ja, dat doet hij ook. Oh. Het is wel cringy dat hij zoveel damage doet, hoor. Echt, hè? Ik vind dat ze dat moeten verbieden. Wat damage doen? Dat de enemy damage doet. Dat moet ze verdienen. Verbieden. Ik weet niet of de game daar leuker op wordt, maar... Jawel. Oké, volgens mij hebben we nu wel veel encounters, toch? Of wat voor mij? Jij hebt wel redelijk... Ja, hoe bedoel je veel encounters? Nee, ik zat te denken, je hebt maar één in de sewers. Nee, want je hebt gewoon alle Pokémon die bij je type... Pas. Oh ja, dat is ook waar ook. Loser boy. Ik zit te erg in de nursing locking. Heal me alsjeblieft eerst. Wel? Duurt lang. Hey, dit is volgens mij wel de verste dat ik gekomen ben in de hele serie. Dat zou goed kunnen. Yo, clowntje, dat doet me denken aan Diamond and Pearl. Daar heb je ook van die clowntjes. Maar oeh, ik krijg een Zorua. Die mag ik gewoon gebruiken. Of is die gerandomized? Dat zou heel sad zijn. Ik denk het wel. Ik denk dat je anders een Zorua krijgt. Nee, ik krijg gewoon een Zorua. Wel even 25. Dat is even kabooming. Heb je aesthetic wel...
gerandomized? Ja, ik dacht wel. Maar misschien gift Pokémon niet. Misschien dan toch... Of hè, dat die Zorua gerandomized is in een Zorua. Ja, dat kan ook nog. Dat kan. Dat weet ik. Je weet dat je in dit huisje hier, recht, daar links, daar kan je de XP share halen. Daar moet ik feest. Ja, deze guy. Hello, Mr. XP share guy. Mr. XP share guy? Ja, ken je die niet? Nee. Oh, dat is hij. Oké. Okay. Oké, let's go. Let's go. Volgens mij kan ik nog helemaal niet naar de supers toe. Oh, hier moet je altijd oppassen, want hier zijn shady guys met sunglasses. En dan krijg je dubbel teaming van, dat vind ik. Dat is wel jouw lievelingsaanvalling. Nou, valt er mee. Dit water is best fris. Volgens mij moet ik eerst gewoon naar de gym en dan zit daar Iris en dan later kun je in de sewers als je dat meteen mag gedaan hebben. Yo, die puzzel is wel moeilijk. Dus op die manier. Moeilijk? Die jij nu doet. Ja, omdat die Dark niet pakt. Ja. Yo, looking for the een Shininja. Oh shit. Ja, maar jij hebt fire. Ja, maar Sander, hij heeft toch een gerandomized ability. I long for your fire. Shininja is de beste Pokémon die je tegen kan komen. Wat dacht je van een Sableye met Wonder Guard? Nee, ik bedoel, een Shininja is qua tegenstander de beste die je kan tegenkomen. Je wint altijd. Behalve als je False Swipe doet. Dat klopt, ja. Maar wie doet er ook False Swipe? Of een attack die kan missen. En die dan dus ook mist. Nou, dan ben je gewoon een loser boy. Wow. Dat is zo waar. Ik schrok er gewoon even van. Deze meneer heeft een Uxie. Uh-oh. Een Uxie? Een Uxie, uh-oh. Dat zijn toch schoenen? Dat is een Ux. Ah, bijna. Basically the same. Ja, dat dacht ik. Yo, sewers? What the frick? Dat wist ik nog niet. Oh, hey, Team Sokka. Team Magma bedoel. Team Plash. Ik zie de snelle aanval. Ja. Swift. Of yeah. Quick Attack. Swift. Ja, ik dacht al Swift. Oh nee, dan krijgen we dubbel battles. Dat is heel kut met vanging. Trouwens, over vanging gesproken. Nee. Zoldiel voor als ik een Latias krijg. Of een Latios. Dat zou zeer mooi zijn. Je mag ze allebei niet gebruiken, maar... Nee. Jij wel. Alle dat twee klopt. Zelfs. Alle twee, ja. Wie wil dragonen. Ik... Wie wil ik nou zo'n experience sharing doen dan? Misschien de ene. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ik ga toch hoezo withdrew je Uxie nou weer? Wat ben je dan voor een loser boy? Oké. Ja, wat moet ik daar nog op zeggen dan? Nee, je hebt helemaal gelijk, my landing. Wat is hij ook voor loser boy? Dat kan niet zeggen. Xander, ik ben trots op je. Je bent opeens een Pokémon Master. Ja. Nee, niet de PC. Daar kun je geen pokeballs kopen. Oké, één pokebal, want dan heb ik precies 10. Dat vind ik mijn breintje leuk. Oh, ik kan ook nog wel meer great balls. Oh, god, dat doet mudbomb. Niks aan de hand, ding. Ik doe een potion die super is. Oh, dat meen je. Hoezo? Wat een bullshit. Deze ook zeker. Ik denk vet veel monies. Nee, ik moet eerst vinden wie dat wil. Wat? Ja. In deze game, als je dingen hebt voor een high price, dan moet je naar een bepaalde guy toe die dan
dat op wil kopen, zeg maar. Echt bullshit. Okay. Kut games zijn dit. Nou, doe even rustig aan, Sander. Ik geef je gast, gelijk, maar we moeten een beetje vrolijk blijven. Je bent alleen maar boos. Elke aflevering mag ook gewoon een keer vrolijk zijn. Dat is wel waar. Echt? Er is videoproof. Not videoproofing. Oh, yo, encountertje. Dit wordt echt een pogers encounter. Oeh, dit wordt echt een... Yo. Sam Rodding? Ik weet het ook helemaal niet. Yo, fucking... Oh ja, tuurlijk. Dat is de starter. Oké, dat... Ja. Ik ga eventjes naar Crokenhowing. Of Crokenstruxing. Wij willen. Weatherball. Oh, dit is... Oh, dit is wel vervelend. Want hij kan ook van die attackings doen. Ruskin. Watergun. Oh, ze gaan wel allemaal op Lugia. Dat is fijn. Dat is zeer... Wat een tyfus onzin nou, is ik dit. Ik weet niet of wat Lugia gaat. Dat vind ik irritant. Maar... Misschien is het handig om eerst die Samurai te killen. Dan eerst voor die Weavile te gaan. Want die Weavile die kun je nog makkelijker vangen. Oh, Weavile is ijs natuurlijk. Ja. Wow, dat is een fucking goede... Ik zei het, hè. Ik zei het voordat we deze deden, zei ik al, dit wordt een poggers encounter. En het was ook zo. Ik ben helemaal blij voor je. Oh, hij gaat nu wel Weavile aanvallen. Please, kill niet. Icy Wind, dat hit ons beide. Critical hit on Lugia. Oké, cool. Is Shadow Sneak eigenlijk beter of Nightshade? Want anders zit ik elke keer de verkeerde aanval te doen. Oh, Nightshade is waarschijnlijk beter. My bad. Ik ben gelukkig niemand verloren. Dat scheelt, daar ben ik blij mee. Mm-hmm. Oké. Weavile. Game Boy Luke. En we hebben de laatste tijd niet zoveel geluk meer met die hele Game Boy Luke. Dat is kut. Oh, Dragon Rush. Oh, dat kill. Huh? Dat deed helemaal niks. What a crazy ink. Oké, we doen even een pokeballetje, want Weavile... Die had van die Pokeball inks. Dat kan ik zien. Kan je dat aan hem zien? Zie? Game Boy Luke. Nee! Oh, wat doe ik nou? Daar had ik heel veel geluk. Moet je even voorstellen dat die Lugia Whirlwind deed. En dat het effect had op Wild Pokémon. Dan was ik echt fucked geweest. Nou, nu heb je dan nog wel het geluk dat het... Oh. Dat je hem gewoon daarna nog een keer... Oh, ik heb trouwens pack, zie ik. Ja, dat klopt, maar... Oké, Lugia is dood. Dat is mooi. Of hij moet nog een ander Pokémon inzetten. Was dat bij mij? Wat was bij jou? Dat appje. Dat denk ik wel, want het was niet bij mij. Maakt niet uit. Jij gebruikt toch alleen mijn eerste spoor, zeg maar. Ja, en... Game Boy Luke. Kom op, nu werkt het. Ik zei het. Dat had hij nodig. Ik moest gewoon eventjes zeggen dat het nu moest werken. Zeg. Maar dat had deze guy nodig. Hij heeft een W-file. Hoe ga ik hem noemen? Oh, ik weet wel een mooie ding. Het is niet heel scheikundig. Het is een beetje... het is wel scheikundig. Scheikundige benaming voor ijs? Nee, niet voor ijs. Maar wel voor... Voor hetgene wat er gebeurt als een vloeistof een vaste stof wordt. Dan stolt het. Dat is stollen. En dat? Dat vind ik mooi. Dat vind ik kaaskorn. Oeh. Item? Old Gato. Gato. Oh, ja. Ik weet wel, als je die kan verkopen, dat is zoveel monies. Die zit denk ik in mijn... Oh, die zit hier. Oh nee, dat is wat anders. Heals all status, bro. Die is op zich wel nice. Ja. If I don't forgive me. Oh, nee. Oh,
Oh, daar mogen we gewoon niet langs. Oké. Okay. Even kijken. Een Weavile. Hey, een Govita. Oh, die is... die mag ik niet vangen, want die is niet... dark. Vegan, oh. Ook niet vegan waarschijnlijk, als je hem opeet. Best vlezig. Zijn het niet de airbenders die, zeg maar, vegan zijn? Ja, in ieder geval probably. Vegetarisch. Aangezien Arjen helemaal zo deed van, nee, geen mensen doden. Elk leven is heilig. De vegans zijn pittig. Of de vegans, nee, de airbenders zijn pittig woke. Woking. Wakker zijn ze zeker. Ze zijn wel wakker. Oh! Oh, oké. Okay. Ik dacht eventjes dat die aanval die hij deed, dat een fighting type was. Ik was eventjes heel bang in. Maar dat was het niet. Nee, wat deed die Uba? Hij deed Ice Fang? Het leert eerder een Ice type dan een fucking Water type. Waarom? Ik bedoel, ik ben er oké mee hoor. Dan heb ik tenminste een Ice... Ja, ik had nu ook al Weavile inmiddels trouwens. Maar alsnog. Misschien... Een Wavelet. Op zich, decent moveset. Ik bedoel, dat zou je in Gen 4 niet zien. En daarvoor. Nee. Hij zit ook niet in daarvoor. Hey, dus Bastiodoning. Die is best stalig. Alleen heb ik nog steeds geen goede vuuraanval. Dus ik moet nog steeds met dubbelschop doen. Maar dubbelschop is keer 4, dus dat is wel nice. Ja. En hij doet dubbel. Precies. Oh, die Samurott, die kom ik niet vaak tegen. Ik denk dat het echt zo'n 1% encounter is. Maar goed, ik ben al blij met deze guy hoor, met stollen. Snap ik. Je hoort me niet, Searing. Dat is voor het eerst, Ing. Nee. Ik ben deze hele aflevering al best wel positief, hoor. Dat is waar, dat is waar. Dit is meestal de eerste, die we eerste aflevering die we opnemen op een dag. Dit is meestal jouw positieve aflevering. Dan is er nog niet zoveel fout gegaan. Nou ja, dat zijn jouw woorden. Dat klopt. Ja. Ik heb rough skin, kaboom. Oh, ik ben wel geconfused, dat is een beetje sad. Dus ja, ik ga maar een beetje trainen, aangezien de wilde Pokémon hier level 15 zijn ook. Oké, okay, dat is best wild. Oh, ze zijn wel wild, ja. Hey, ben jij een crowd? Want jij goes wild. Ja, ik heb nog niet eens tijd om te reageren. Wordt die geframed? Nee. Ja, dat klopt. Oh, mooi. Hij hit Lugia. Die heeft rough skin. Dus dan gaat hij alsnog dood. Dit is ook klinkt. Het is alsof ik het leuk vind als mensen doodgaan. Of Pokémon. Ja, en dan wil jij beweren dat het niet zo is. Nou, bij mensen is het wel zo, maar... Wow. Bij zo van die virtuele pixels, die mogen niet doodgaan, maar... Mm-hmm. Zo'n in real life ding met zo'n hartslag, ja, die, hè, dat is een heel ander verhaal. Ik moet tegen Klei. Klei heeft een beertik. Water absorb? Oh, wacht. Betekent dat... Wacht. Water absorbs. Absorb. Dus de abilities zijn wel randomized. Dus. Ja, dat klopt. In game. Alleen niet die jij hebt ge... Hebt toegevoegd. Ja, dat sowieso niet. Nu zit ik dus te twijfelen om Lugia aan te vallen. Omdat hij anders misschien Samurott killt. Maar die heeft wel rough skin. Dus dat is een beetje gevaarlijk. Ah, boeien. Oké. Okay. Hij doet wel eerst Covita. Dat is op zich wel gunstig. We gaan dit varkentje even wassen. Ah! Oh, maar je hebt geen eens een water type. Dat maakt niet uit. Ik doe een handwas of een voetwas. Yo, zo heeft die Tappy een citrus berry. Vindt hij leuk. Ja, die ze hebben randomized items. Sander, die Tappy heeft flamethrower en ik heb nog steeds alleen maar Ember.
Misschien komt dat omdat Tepic ook echt in deze game geprogrammeerd zit. Nee, dat komt omdat het geen Torchic was waar ik mee begon, maar meteen een Blaziken. Oh, Sander, ik heb zoveel geluk met de encounters van deze gymleader. Dat mag ook een keer meezitten daar in ieder geval, maar... Ja, dat nice. Is zeker. Ik heb klei verslagen. En mijn slakelt evolueert. Oh, is het niet ook zo dat als hij een water type move, dat hij ook automatisch naar mij gaat in een double battle trouwens? Dat weet ik eigenlijk niet. Gust, nee, hij is een fighting type. Nu ben ik hem alsnog... Oh, hij leeft nog. Ja, was geen step. Kijk, hè? Dit is chill. En jij hebt een figure off met randomized ability. Dat is echt ziek. Huge power figure off? Dat zou wel echt heel op. Oh ja, hij had een weasel. Dat zou vet zijn. Use power slaking. Ja, dat ik zou ik heb nog gewoon 5 badges. Dat gaat snel. What the fuck? Je hebt er 5? Ik heb er 2. Game Boy Luke. Oh, ik deed al zo'n gezicht. Hij zag dat. Hij denkt, ja, dat kun je niet maken. Samurai is dood. He's gone. Since you've been gone. He is been gone. He has been breeding for the first time. Ja, dat denk ik ook. Die Samurai. Ik wil hem nu ook gewoon echt. Omdat hij ook al 2 of 3 keer shakte. Nu wil ik hem helemaal, zeg maar. Check that booty. Check, check, check. Check, check, check. Check that booty. Shake that booty. Nee, ik blijf shake, zitten shake, als je het niet erg vindt. Shake, shake, shake. Shake that booty. Fury Swipings. Dat is wel Fury beter swipings. Dan Bond. Is dat ook beter dan Quick Attack? Ja, nee. Nee. Swiping the Fury. Ik ga het toch nooit gebruiken als ik Quick Attack heb, bedenk me net. Dus ik doe het niet, wou ik zeggen. En toen drukte ik op Forget. Vergeet het, Sander. Vergeet het. Yo, confuse. Oh ja, dat werkt niet op mij. Ik dacht al, ik was even bang, want ik denk ice type, hè. Maar ik ben ook zo'n darking typing. Dat klopt in jij. Weatherball? Echt, ik loop al ziek veel achter. Wat ga ik doen? Alles doen om maar die ene Pokémon te krijgen. Tuurlijk, maar dat is gewoon slim voor de toekomst. En het ja, is geen is versus. Nee, dat is waar. Jij moet gewoon wat rustiger aandoen. Nee, dat kan ik niet. Oh. Nou, dan hoeft het niet. Yo, Weavile. Die had ik ook wel gewild in mijn team. Maar ja, jammer dat ik die nu niet kan vangen door de dupes class. Snap je de grap? Wacht, wat zeg hem nog eens. Ik zei, oh, een Weavile. Die had ik wel willen hebben. Het is alleen jammer dat ik die niet kan vangen door de dupes class. Is dat een grap? Het is gewoon toch hoe het is. Ja, maar waarom zou ik hem willen als ik hem al heb door de dupes class? Omdat je er 2 wil? Ja, dat kan. Touché. Wacht, moet dit? Wauw, dit moet ook blijven. Wat ga je nou doen? Voor geks. Ik moet meedoen met deze onzin. Ik heb het echt nog nooit gezien, maar we zijn ook nog nooit zo ver gekomen. Ja, dus dit zat ook niet in Black and White 1. Ik weet alleen niet of de Nuzlocke-regels hieraan meedoen. We kijken wel even. Als je doodgaat, dan niet. En als je niet doodgaat, dan wel. Ja, toch? Dat lijkt me het handigst. Nee. Nee, we moeten het wel even nu beslissen, want straks gaat iemand dood en dan... Ja, kijk, weet je, normaal, als je Sun and Moon speelt, dan doet die 4-way battle, zeg maar. Die doet niet mee, alleen dit zijn gewoon normale battles. Ik vind dat deze wel gewoon meetellen. Ja, maar je doet wel maar 3 mensen van je team, dus je hebt wel een disadvantage. Dat klopt, maar ja, dat doet mijn tegenstander natuurlijk ook. Word je ook cage man, zag je dat?
Ja, ik zag het. Dat is wel ziek. Wanneer? Weer een cage match. Dat gaan we moeten we nooit meer doen. Nee? Vind je dat niet leuk? Ja, Sander, ik vind het super leuk. Alleen, je raakt te veel Pokémon's daarvan kwijt. Ja, ik ook trouwens. En dat kunnen we alleen in een 3DS game doen, omdat ik die aan de praat krijg om online battles te doen. Ik wil het niet meer via Smogon doen, zeg maar. Showdown, maar ik snap wat je bedoelt. Mm-hmm. Yo, ik had trouwens nog een ander idee, dat ga ik niet zeggen in de video, want dan gaat Simon het weer stelen. Maar, alsof Simon ooit Showdown iets gestild heeft. Showdown is van Smogon, toch? Oh, dat kan best, weet ik het. Mm-hmm. Oh, wow, die pack was niet eens de bedoeling. Het is wel super effective, maar het was niet de bedoeling. Goed, je had een idee van Simon gejat. Nee, wacht even tijd. Nee, man. Ik had een super goed idee, maar ik kan het niet zeggen via, want anders wordt het gejat. Dus. Ja, maar dit ziet hij toch niet. Oké, maar dan weten de kijkers het al. Ah, die weten het toch al, want dan is het al lang opgenomen misschien. Nee, het idee wat ik had was... je kent dat Squirtle Daily? Ja. Yeah. Je hebt ook gewoon een Squirtle, ja. Mijn idee was, je mag 6 keer doen we Squirtle Daily. En als je dan dus het goed raadt en hij zit in de bal, dan mag je... Nee, als je het goed raadt, dan mag dan je mag dus je een item nemen. Geven. Dat leek me een leuk idee. Dat je dan een soort... Ja. Oké, grappig. Voor grappig. Een video. Wel een idee, wel een leuk idee. Maar ja. Ik heb er nog niks mee gedaan. Maar het idee staat in ieder geval. Ja, ik wil de volgende aflevering verder gaan. Want de aflevering duurt al een beetje lang. Jij hebt nu je Semmerot. Ja, yes! Bedankt voor het kijken. Wat een top momenting. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Graag bij de volgende aflevering. Adios, amigos. Joejoe.